paarden draaien. De start is gevallen. Start valt en een prima start van Going to the Run, maar die springt ook gelijk weg. Die was even aan kop, nu draaft hij weer, maar dan heeft hij de kop niet meer. En de leiding wordt overgenomen door Patrick van Ooyen en die gaat voorbij met El Niña Freo. Ze gaan een paar de eerste bocht in. El Niña Freo leidt daar. Problemen daar voor Going to the Run, die even op het middenterrein terecht kwam. Die is er nu uit. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding is in handen van El Niña Freo. Tweede plaats voor iGloss. Derde aan de buitenkant Fisherman's Pride. Vierde aan de relingzijde Vicky OK. En vijfde aan de buitenzijde. Daarnaast is het nummer 6. Het nummer 6 van Dani Ter Sijpen. En zo gaan de paarden de linkerbocht in. Leiding in handen van een outsider. El Niño Freo en Patrick van Ooyen. Gaat de bocht door, komen de rechte lijn voor de tribune in. iGloss ligt op plaats 2, gaat nu naar het tweede spoor. En komt daarmee voor Fisherman's Pride, die kwam net op in het tweede spoor. En iGloss valt nu aan. Johan Kloppenburg op zijn thuisplaats met nog 2 ronden te gaan. Neemt nu de leiding over. iGloss aan de buitenzijde, aan de binnenkant El Niña Freo. Zo gaan ze de bocht in. Buitenkant iGloss, aan de binnenkant El Niña Freo. Blijft het voorbeen ertussen houden. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En aan de binnenkant komt El Niña Freo weer terug. Galoppaarden in het achterveld van een van de paarden. Die gaat van de benen. En dat is Hampshire F. Boko en die is eruit. Hampshire F. Boko is uitgeschakeld en iGloss doet weer een nieuwe aanval op de leider. En nu is hij er wel voorbij. iGloss de nieuwe leider, El Niña Freo op plaats 2. Derde is Vicky OK met Hans Theo Giesel. Buitenkant komt Guilherme naar voren. Daarachter ligt Fisherman's Pride. Dan Shake Hands aan de binnenzijde. En aan de buitenzijde daarnaast ligt er nummer 9 van Foppe H. Twietel. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Hoog tempo in deze koers wordt gemaakt door iGloss. En zo gaan ze de laatste ronde in. iGloss leidt. Buitenkant komt nu de aanval van Guilherme. En Guilherme gaat hard aan de buitenzijde. Guilherme wilde voor de bocht voorbij. Dat lukt net niet. Dat lukt net wel. Maar daar springt wel iGloss weg. Zo gaan de paarden de rechterbocht in. En ook een galoppade van Fisherman's Pride. Guilherme heeft de leiding overgenomen. Guilherme heeft de leiding overgenomen op de tweede plaats daarachter. Aan de buitenzijde het nummer 9 van Foppe H. Twietel. Derde plaats daarachter aan de relingzijde. Nummer 5. El Niño Freo. En aan de buitenzijde komt Shake Hands naar voren. En daarachter nog Vicky OK. Dat zijn de 5 paarden voor uw trio. En ze gaan de laatste bocht in. En daar komt een aanval aan de buitenzijde. En dat gebeurt precies halverwege de laatste bocht. Een aanval aan de buitenzijde van Foppe H. Twietel. Foppe H. Twietel gaat voorbij aan Guilherme. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Maar Guilherme komt nog een keer terug. Foppe H. Twietel. Guilherme. Daar komt Shake Hands aan de buitenkant. 3 paarden op een lijn. Op weg naar de streep. Foppe H. Twietel wint. Guilherme is tweede, derde aan de relingzijde El Niño Freo, vierde Vicky OK en vijfde is Guilherme. Er is onderzoek van het draverijcomité, dames en heren. Gooit u geen tickets weg.